那么每次的话呢，我们捕获到的这个新的疫情啊，毒株呢，都及时的上传。那么这些结果的话呢，也都呢和世界卫生组织呢进行了分享。所以呢，我们没有任何东西啊保密，所有的工作都是和全世界呢分享。Ja, volgens deze epidemioloog is men dus wel degelijk transparant over varianten. Eerder vandaag sprak ik de Vlaamse viroloog Mark van Ranst en ik vroeg hem of hij die analyse deelt. Wanneer de Chinezen de juiste data blijven doorsturen, en we kunnen die data geloven, dan is er weinig aan de hand. Maar natuurlijk, wanneer men zegt dat men altijd de waarheid zegt en altijd alles doorgeeft, dan is dat ook wel niet waar. Wanneer we gewoon kijken naar de sterftecijfers uit China, dan komen die cijfers, die officiële cijfers, helemaal niet overeen met de situatie op het terrein en de beelden die we zien. En wat is het gevaar daarvan? Het gevaar daarvan is wel een beetje de greep op de epidemie kunnen verliezen. Het is heel belangrijk om te weten welke varianten er circuleren. Het is ook wel ergens belangrijk om ervoor te zorgen dat wanneer mensen reizen, dat er zo weinig mogelijk mensen die ziek zijn op een vliegtuig zouden stappen. Dat is helemaal niet goed. Nou, nu gaan ze in Italië reizigers uit China testen op het vliegveld. Zouden meer Europese landen dat moeten doen, wat u betreft? Italië doet dat omdat zij zich natuurlijk het trauma van begin 2020 zeer goed herinneren, toen Italië het eerste land was na China wat te maken had met dit toen nieuwe virus. Dus zij willen daar heel, heel erg voorzichtig in zijn. Misschien zullen ze het ook niet blijven doen. Het zou natuurlijk beter zijn moesten we één strategie in Europa hebben die telt voor alle landen. Want reizigers uit China komen binnen langs heel veel luchthavens in Europa. En betekent dat ook dat u zou willen dat er dus overal in Europa wordt getest? Ik denk dat dat een goed idee zou zijn, maar er zijn vele tussenoplossingen. Ik denk het niet dat het nodig is dat iedere reiziger getest wordt, alhoewel iedereen wel erg geschrokken is van de steekproef die men gisteren heeft gedaan, waar de helft van de passagiers besmet bleek te zijn. Er zijn ook tussenoplossingen, zoals bijvoorbeeld enkel reizigers die, wanneer ze ontschepen uit het vliegtuig, wanneer die koorts hebben of hoesten, om daar dan een staaltje van te nemen. Een sneltest is voldoende. Dan weten ze ook onmiddellijk het resultaat. Dat is nuttig voor hen. En het strip wat in die sneltest zit, dat kunnen we in het laboratorium gebruiken om een typering, een bepaling van de varianten op te doen. Ja, waarom zou je het eigenlijk niet doen in het kader van better safe than sorry? Ik denk dat de regeringen heel, heel erg voorzichtig zijn om China te schofferen. Dat hoort natuurlijk ook, dat regeringen daar voorzichtig mee zijn. Ze willen ook allemaal dat China terug meedoet aan de wereldwijde economie. Vele mensen of vele landen hebben ook de toeristische inkomsten nodig die toeristen uit China meebrengen. Dus men wil daar heel erg voorzichtig mee zijn. Ik denk ook dat dat een goede zaak is. Ja, in Nederland vindt het RIVM het bijvoorbeeld ook niet zinvol. En het ECDC, Europese RIVM kort gezegd, zegt vandaag ook geen maatregelen te nemen. Omdat, zeggen ze, we zijn al goed beschermd. En er zijn ook geen aanwijzingen dat er andere varianten rondgaan. Wanneer die varianten in de Omicron-groep blijven, dan gaat er niks aan de hand zijn. Daar zijn we voldoende tegen bestand met de vaccinaties die we hebben gekregen en met de verschillende golven die er ook in Europa al zijn geweest. Wanneer dat iets heel anders zou zijn, een verrassing, dan liggen de kaarten volledig anders. Er gaat dan natuurlijk over de volgende maanden zich een hele grote epidemie ontwikkelen, waar 1 op 6 van de aardbewoners mee te maken gaat krijgen. En dan is het altijd mogelijk dat er nieuwe varianten daar ontstaan. Dan wil je liever niet verrast worden. Nu hebben we wel gezien dat het virus tot nu toe in ieder geval naar een steeds minder gevaarlijk virus muteert. Hoe groot is nu eigenlijk de kans dat het virus juist gevaarlijker wordt? Dat is heel moeilijk om te berekenen. Dat kan je eigenlijk niet berekenen. En heel waarschijnlijk gaat dat een kleine kans zijn. Maar dan moet je toch een slag om de arm houden, omdat het gaat over een heel groot land met heel wat inwoners die eigenlijk nu pas het equivalent van onze eerste golf gaan doormaken. Dank voor uw tijd, viroloog Mark van Ranst. Dank je vriendelijk. Dan moeten